Oké, okay, hallo allemaal. Het gaat echt supergoed, maar we kunnen nog wat dingen wat makkelijker maken. En ik wil jullie wat laten zien. Hoe ga je nou naar Google Classroom? Dat laat ik hier in dit filmpje zien. We gaan naar Google. We openen dus internet. Dit scherm kennen we wel. Hier rechts heb je die negen puntjes. Nou, daar klikken we op. Die negen puntjes. Dan zie je hier een soort schoolbord met een poppetje staan. Daar heb je Classroom. Daar klikken we op en dan gaan we inloggen. Nou, ik ben nu even Brian en ik log in met mijn eigen groep 5. Dan zie ik hier allemaal nieuwe updates staan. Ik heb net heb ik een test toegevoegd. We gaan even testen of we iets in kunnen leveren. Je kan er hierop klikken, maar je kan ook zeggen: Wij gaan naar schoolwerk. En straks gaan we geschiedenis doen. En van de meeste moesten we iets inleveren via Classroom. Nou, nu ben ik daar. En dan ga ik helemaal onder. Daar staat diezelfde opdracht. Test. Ik klik daarop. En hier rechts zie je jouw werk. En mijn werk, dat wil ik toevoegen. Ik kan dan toevoegen een presentatie, een spreadsheet, maar ik wil nu even alleen een documentje. En op het moment dat ik hem hier gelijk inzet, dan staat hij al gekoppeld. En dan kan ik er hier altijd in werken. Nu zie je het ook. Mijn naam staat er al bij. Nou, als ik nu hierop klik. Nou, opent zich het document waar ik en ik gaan werken: Test van Brian. Dit begrijpen we. Oh, en ik heb een spelfout gemaakt. Dat laten we even voor wat het is. En als ik zeg. Nou, ik ben klaar, dan zeg ik op. Inleveren. En dan zien jullie, dan wordt hij netjes ingeleverd. Dan verdwijnt hij ook helemaal. Nou, waarom vind ik dat nou handig? Dat ga ik jullie laten ja. zien. Ik ga even naar mijn eigen computer lopen. En dan zie ik bij geschiedenis. Dit is mijn dashboard. Dat is iets anders. Kan ik ook weer naar beneden scrollen. Dan zie ik dat één iemand in een map heeft ingeleverd. Nou, ik weet wel wie dat is geweest. En dan zie ik hier ook zijn documentje instaan. Die kan ik open klikken. En dan zie ik ook zijn document openen. En dan zien we hier test van Brian. Inderdaad, met datzelfde spelfoutje. Ik hoop dat dit zo duidelijk is. Je mag dit vast thuis proberen in Classroom. En de test mag je vast inleveren. Zorg wel dat er dus een document gekoppeld wordt. Succes!